band. Our love's in jeopardy. Onze liefde is in gevaar. Oh. Yeah. Ik was bang dat die muziek vastliep of zo. Nee, schat. Tegenstelling tot je carrière. Wij zijn er gewoon weer, vrienden. En een beetje zin in de show. Ja! 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 Nieuwe weekend. Vrijdag 2 november 2018. Begint met Keur in de Middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, daar zijn we weer. En haar radio. Gezelligheid ten top. Keur in de Middag. En nee, de Maas zit er bovenop. Welkom bij de show. Het is toch heerlijk. Voor mensen die dat nou nog niet weten, we hebben het al een paar keer geroepen. Je kunt gewoon meekijken naar de unieke beelden van nhradio.nl. Dan kun je zien wat wij, nou, tijdens deze aankondigingen, maar ook tijdens de plaat, wat wij allemaal doen, individueel. En natuurlijk ook met elkaar, zo af en toe is tijdens het programma. Pardon? Want over 18 jaar hebben we natuurlijk ook DJ's nodig. Maar goed, los daarvan een hele leuke vraag. Hey. Waarom moet je als je naar het buitenland gaat je talen spreken? Nou, als je verdwaalt of zo, dan is het best wel handig om even de weg te vragen. Mm, precies. En nou, zoals je weet, Alexander is natuurlijk met Maxima in Engeland geweest bij de Queen. Maar Willem-Alexander had één grote wens. Hij zou zo graag eens met de Queen in een rijtuigje met wat paarden door Londen reizen. Weinig mensen weten dat. Dat is ook gebeurd, mensen. Maar niemand weet dat. Ja, precies. Ja, dus hij lekker in het rijtuig met de koningin. Heerlijk, en die paarden lekker door Londen getrokken. Maar op een gegeven moment laat een van die paarden, die laat een afschuwelijke ruft. Oh, afschuwelijk, waarop de koningin zegt, oh, sorry hoor. Waarop Alexander zegt, nou, als u niks gezegd had, had ik gewoon gedacht dat het van de paard was. Keur in de Middag.